start gevallen. Paarden zijn gestart en de start is gemist door Zanimede. Die heeft een achterstand van 10 lengte. En het is na de start Ziggy Investment die leidt. Ziggy Investment aangevallen door Zamora Randales. En Zamora Randales gaat de leiding overnemen. Ingaan van de eerste bocht, Zamora Randales krijgt alweer een aanval. En de nieuwe leider is Volita Trans R. Volita Trans R heeft de kop overgenomen. 2 lengte voor op Zamora Randales. Derde positie Ziggy Investment. Dat zijn de 3 best geplaatste. Daarachter dan Zuurlo Toscana. Aan de buitenzijde komt Ipenburg. Deelnemers zijn op weg naar de rechterlijn voor de tribune. Daarachter is het dan Umberto. Dat zijn de frontrankers op dit moment. Als de paarden in een langgerekte formatie voor de tribunes gaan komen. En Ziggy Investment een contra-attack gaat plaatsen op die koploper Volita Trans R. En Ziggy Investment heeft de leiding overgenomen. Nee, dat is, sorry, Zamora Randales. Zamora Randales, want Ziggy Investment die komt in het tweede spoor naar voren. Ziggy Investment, ik had een vooruitziende blik. Want Ziggy Investment, die neemt de leiding over. Zamora Randales op de tweede plaats en op de derde plaats. Plaats is het Volita Trans R. Ipenburg die volgt. Aan de binnenzijde is het Zuurlo Toscana. Zo gaan we de laatste ronde in. Daarachter Zebulon. Aan de binnenzijde is het dan Umberto. Paarden zijn in de bocht. Achter Umberto hebben we dan Global Money. Die gevolgd wordt door Yankee A. En de laatste twee op dit moment zijn Jan Vrizia. En op een lengte er weer aangesloten Zanimede, de baanspecialist hier. Maar zal toch nog wel Pegasus vleugels moeten spreiden om de koplopers te bereiken. Maar dat kan, want hij is aangesloten. Deze combinatie Zanimede met John de Leeuw en de paarden zijn halverwege de rechte lijn aan de overzijde, waar Ziggy Investment nog altijd leidt. Ziggy Investment, maar Global Money die komt nu afrekenen met de tegenstand, komt in het tweede spoor naar voren en komt schuin naast Ziggy Investment. Gaat er misschien overeen zo dadelijk bij het ingaan van de laatste bocht, dat gaan we bekijken. Aan de binnenzijde ligt Zamora Randales in derde positie, Jan Vrizia heeft ook de nodige progressie geboekt en ook zien we dat Zanimede nu naar voren is gekomen, die ondanks een startfout goede competitie geeft in deze koers, maar de paarden op kop staan ook niet stil. Ziggy Investment. Die Global Money die heeft de leiding nog altijd niet af weten te snoepen van Rick Wester. Als we nu de laatste rechte lijn in komen, we nog 400 meter te gaan in de Pien en Bert Leeman jackpot kwartetkoers. Uitgeschakeld nummer 11. Galop nummer 11. Umberto wordt uitgeschakeld en we zijn nu in de laatste rechte lijn. Ziggy Investment heeft nog altijd de leiding. Global Money die komt aan de buitenzijde naar voren. Global Money die komt nader op Ziggy Investment. Ziggy Investment aan de binnenzijde. Global Money aan de buitenzijde. Daarachter Zamora Randales aan de buitenzijde. Jan Vrizia. Global Money steekt de neus eruit. Ziggy Investment vecht terug. Maar Global Money is de winnaar. Ziggy Investment tweede. Dan Zamora Randales. Verder weg in het veld. Jan Vrizia. Dan volgt nog Zanimede. Met daarachter dan Zuurlo Toscana en de rest. Laatste rechte lijn. Ziggy Investment heeft nog altijd de leiding. Global Money die komt aan de buitenzijde naar voren. Global Money die komt nader op Ziggy Investment. Ziggy Investment aan de binnenzijde. Global Money aan de buitenzijde. Daarachter Zamora Randales aan de buitenzijde. Jan Vrizia. Global Money steekt de neus eruit. Ziggy Investment vecht terug. Maar Global Money is de winnaar. Ziggy Investment tweede. Dan Zamora Randales. Verder weg in het veld. Jan Vrizia. Het was op nuf. Dames en heren, schitterende winnaars. Global Money, Hugo Langeweg junior. Zo gaan we de laatste ronde in achter Zebulon. Binnenzijde is het dan goed.